We moeten nu je baas bellen. We moeten nu naar het tuincentrum. Morgen. Morgen vroeg? Ja, morgen vroeg. Ik moet van alles regelen. Ja, morgen. Jij gaat slapen. Ja. Ja? Eindelijk komt er alles uit. Want nu Boele dood is, wil niemand je meer hier. Iedereen is er? Mooi. Let's go. Excuus voor het ongemak, moet ik even opzij. Inspecteur Van Langveld, jij neemt het kantoor. We stappen naar achteren, jij mee met mij. Stiffe poppenkast. Sjera, we komen met een paar mensen hier even rondkijken. We hebben toestemming. Huiszoekingsbevel. Er zouden aanwijzingen zijn dat hier drugs wordt geproduceerd. Oh, Martin. Wij moeten toegang krijgen tot alle ruimtes. Je denkt dat je er iets kan vinden, wel jong, maar... Sorry, schat. Sanne? Ja? Waar is het? Het is deze kant op. Oké, kom. Waar? En naar links. Lambo geef. Kunstmestkorrels. Wat? Vis en voer. Nee, dat kan niet. Er was hier een lab, echt. Wat deed die vent hier anders midden in de nacht? Die vent uit het moeras met dat verbrande gezicht. Kom. Volgens mij zie je ze vliegen, hoor. Spielberg. Dat is Limburg, ja. Het is geen Hollywood. Ik ga je niemand voorstellen, die heet Brian. Die werkt meestal s'nachts, die jongen heeft een ongeluk gehad. Daarom komt hij niet zo graag onder de mensen. Hier, Brian. Brian. Dit is hem. Ja, dit is de man die ik zag in het moeras. Dit is hem, pap. Dit is hem. Dat jouw dochter, dat hij hier s'nachts rondloopt, dat bevalt me eigenlijk helemaal niet. Nee, man, dat je ook niet wil dat ik dat aan die grote klok hangen. Zullen wij dan afspreken dat jij mij in het vervolg even met rust laat? Ja, ja. Kom er zelf uit. Wat doe je me aan, Sanne? Ik sta voor lul. Bij mijn bazen, bij mijn collega's, bij Sjera. Wat een slechte show was dit. En allemaal om niks. Dat ik me altijd in van alles door jou laat meeslepen. Nou, pap, ik heb het echt gezien. Het is echt waar. Kunstmestkorrels, Sanne. Geen pillen. En mocht Sjera al iets dumpen in de pil, dat maakt hem geen drugsbaron. Fuck. Boele was in de peel. Heijsen was in de peel. En Poels was er zeker. Ik heb het zelf gezien. En hij dumpt het drugsafval. Maar hoe bewijs ik het? Ineke. Zij krijgt doop van Sjera. Zij weet dat ik de waarheid spreek. Ineke? Hallo?
Ineke. Ineke. Oké, blijf bij me. Oké, kom op, Ineke. Kom op. Chant met mij. Ik ben bij Ineke en ze heeft een overdosis genomen. Nee, ik weet niet wat ik moet doen. Je moet komen, alsjeblieft. Je moet komen. Ik kom eraan. Oké. Maar Ineke, hè? Het komt goed. Zo twee vingers in jouw keel. Dan gaan we kijken of je kan overgeven. Goed, gaan we proberen. Goed zo. Het scheelt maar een haartje of er was vannacht een derde dooi gevallen. Maar mij gaat niemand geloven, dus jij moet het vertellen. Jij woont hier al zo lang niet meer, Sanne. Je hebt echt geen idee. Ik weet ook wel dat Schaar geen lievertje is. Ik wil gewoon niet in de problemen komen. Je moet echt stoppen. Ga jij echt met Poels trouwen? Als de schat. Ja. Geef mij de dingen. Nee. Oh nee, ik haat dit. Ik kan hier zo slecht tegen. Moet je kijken hoe mooi je bent. Chantje, doe normaal, ik ben niet mooi. Echt zo. Chantje, je bent gewoon dronken. Doe weg. Dronken mensen die spreken altijd de waarheid. Weet je dat niet? Nee, dat weet ik niet. Je bent echt zo sexy. Als jij naar Utrecht gaat, mag ik dan met je mee? En hij is er dan? Hij is er, dat is gewoon van nu. Dat is echt niet meer altijd. Ik wil echt weg hier. Ik wil weg uit het dorp. Ik ga met jou mee naar de stad. Mocht dat? Ja. Wat zijn jullie in hemelsnaam aan het doen? Niks. Nee, niks. We zijn niks aan het doen. Als Heise dit te weten komt, is er echt een probleem. Maar Heise komt het niet te weten. Shit, man. Chans, waarom doe je ook zoiets? Je weet hoe hij is. Yo, op! Heise komt het niet te weten, oké? Okay? Ja, dat spreken we nu af. Heise komt het niet te weten, jij weet van niks.